Vlak aan zee, daar ligt een mooie stad. Wel heel klein, maar toch gebeurt er zaad. Je verveelt je daar geen enkele dag, omdat je er fijn spelen mag. Maar hoe leuk dat ook is, soms gaat er iets mis. Dan moet de helden zich snel melden. Onze helden van de stad. Bella blust brand met haar brandweerspuit. Balt je politiewagen zoekt het uit. En heeft Olivier eens even pech, dan is er gauw hulp onderweg. Dus als er iets fout zal gaan, komen zij er snel aan. Het zijn onze helden, die zich dan melden. Onze helden van de stad. Helden van de stad. Reggie gaat te ver. Oh, wat verveel ik me zeg. Hey, een modderpoel. Joehoe, haha. Dit is ook saai. Ik ga liever op zoek naar iemand met wie ik kan spelen. Oh. Huh? We hebben vandaag weer heel wat kisten te versjouwen, hè, Robbie? Ik word eerlijk gezegd al moe als ik er naar kijk, Fred. Dan mag je blij zijn dat we het met z'n tweeën doen. Ja, ik denk ook echt niet dat je het zonder mij zou redden, Fred. Zo. Hey, hallo jongens. Hebben jullie zin om iets leuks te gaan doen? Sorry, Reggie. We hebben geen tijd. Er ligt nog heel wat werk op ons te wachten en dat moet af. Veel werk. Wat is dat nou toch jammer? Nou, dan ga ik er maar weer eens vandoor. Hey, daar staat Sam's sleepwagen. Het is altijd heerlijk om hem te laten schrikken. Dit wordt lachen. Oh, Reggie, race monster. Oh, die knul maakt me altijd weer aan het schrikken. Dat was even lachen. Ik ruik vers gebakken brood. Laat ik Benny Bakker eens gaan plagen. Dat lijkt me leuk. Happetipito, happetipiti. Eet je op deze dag een hapje met Benny. Hey, moet dat nou, vervelende vlegel? Als Benny jou te pakken krijgt, dan ben jij nog niet jarig. Oh, je zou hem toch ook? Nou moet ik gewoon weer nieuwe stokbroden bakken. En ik dacht nog wel dat deze dag leuk werd. Ja, reken maar. Hij liet me zo hard schrikken dat ik bijna olie lekte. Die malle Reggie is echt een deugniet, hoor. Ik vind hem eerder kinderachtig. Ik snap niet waarom hij zulke flauwe grappen moet uithalen. Kinderachtig? Nou, dat is nog niks als je weet wat mijn opa vroeger uithaalde. Die was pas kinderachtig. Hij vond het een keer erg grappig om een schoonmaakmiddel in zijn tank te gooien. Zodat er allemaal belletjes uit zijn uitlaat kwamen terwijl hij door de stad reed. Die opa-verhalen van jou ook? Doepiedoepiedoepiedoep. Hey, hallo. Hey, Olly Ongeluk. Hoe gaat het met jou vandaag? Ja, wel goed eigenlijk. Alleen heeft er iemand net stroop in mijn brievenbus gedaan, waardoor mijn krant echt heel vies en plakkerig aanvoelt. Bah, wat vies. Vervelend voor je. Zoiets kinderachtigs kan alleen maar Reggie verzinnen. Blijkbaar vindt hij zichzelf erg grappig. Tja, eigenlijk is het ook wel grappig als je het zo bekijkt.
Nee, het is juist niet grappig. Ik ga nu naar Reggie toe om te zeggen dat hij meteen moet ophouden. Tot straks, hè? Tot straks en succes! Oeh, eindelijk. Alles is klaar. Hey, een veld dat net is omgeploegd. Laten we daar eens even lekker doorheen crossen. Zeg, wie denk je wel dat je bent? Hou er onmiddellijk mee op. Je verpest al mijn werk. Oh, wat gebeurt er? Help, ik kan niet zien. Ja, maar dat ligt ook aan jezelf. Je banden zullen minder snel slijten als je wat voorzichtiger rijdt. Als het tijd is voor actie, kan ik toch niet aan mijn banden denken? Jij rijdt altijd roekeloos rond, zelfs als we geen haast hebben. Dat jij je banden vaker moet verwisselen, verbaast me niks. Is dat zo? Annie, rijd ik echt zo roekeloos rond? Tja, Paultje, ik ben het met Bella eens. Soms scheur je zelfs zo hard dat je het zelf niet eens doorhebt. Met de noodhulpdienst. Ja? Zo. Oké. Over en uit. Luister goed. Er is een ongeluk gebeurd bij het veldje van Tine's tractor. Sylvie is tegen een boom aangebotst. Zo, dat klinkt behoorlijk ernstig. Ik hoop niet dat ze er erg aan toe is. Ga dus maar gauw. Want het is... Tijd voor actie! Doobidoo, ik loop naar mijn brievenbus toe. Haha, echt, die Reggie is met een reentje, zeg. Eens kijken of ik al die stroop eruit kan krijgen. Hoi Sylvie, hoe gaat het? Nou, niet zo goed. Ik zit echt vol deuken. Hoe is het gebeurd? Ik denk zomaar dat Reggie dat het beste kan vertellen. Ik? Nou, daar weet ik niks van, hoor. Nou, ik wel. Reggie vernielde het veldje van Tine's door er als een gek doorheen te rijden. Daardoor kwam er zand in mijn ogen, waardoor ik niks meer kon zien. Reed hij expres door het veldje van Tine's? Waarom? Ik wilde niet... Kom, hij misdraagt zich echt al de hele dag. Hij laat je schrikken en doet stroop in de brievenbussen en zo. Juist, ja. Dan kan je erop wachten dat het een keertje misgaat, natuurlijk. Sorry, maar ik verveel me de hele dag al zo. Het was echt niet mijn bedoeling dat er ongelukken van zouden komen. Is er misschien iets dat ik kan doen om het goed te maken? Je mag eerst Sam gaan halen. Hij moet ons helpen om Sylvie naar de garage te brengen. Zei je nou Sam? Oké, dan rij ik er zo snel als ik kan naartoe. Maar kijk wel goed uit op de weg, hè? Natuurlijk. Nou, we hebben het eindelijk voor elkaar. Het had ook niet langer moeten duren. Voel. Ja, maar we kunnen nu iets leuks doen. Zo is het. En kijk eens wie we daar hebben. Hey, hallo, Reggie. Hey, hallo, jongens. Nu ons werk erop zit, kunnen we samen iets leuks gaan doen. Oh, het spijt me, maar ik heb het nu heel druk. Ja, heel druk. Echt ongelooflijk druk. Dag. Zei hij nou druk? Daar kan ik me eigenlijk niks bij voorstellen als Reggie dat zegt, Fred. Dat jij nog durft terug te komen. Oh, ik ben zo boos dat ik helemaal overhit ben. Oververhit? Dat klinkt niet zo best. Is er soms iets mis met je koelsysteem? Ik wil er best even naar kijken, hoor. Mijn opa lekte ook zoveel koelvloeistof toen hij oud was. Wat? Waar heb je het over? Er is niks mis met mij. Die pestkop heeft mijn broodjes verpest. Ze waren nog wel zo lekker. Het spijt me, Benny, maar Sylvie is tegen een boom aangebotst en nou moet ze naar de garage. Zou jij er misschien weg kunnen slepen, Sam? Huh? Hij houdt ons vast weer voor de gek. Ik zou maar niet luisteren naar die stomme ellendelingen. Ach, natuurlijk kom ik helpen, Reggie. Een sleepwagen staat altijd voor je klaar. Dat zei mijn opa tenminste altijd. Ach, moet je zelf weten. Nou, bedankt. Kom je meteen mee? Dan gaan we er gauw vandoor. En als je wilt, dan help ik jou straks met broodjes bakken, Benny. Doei! Ben jij Kierewiet? Ik scheer nog liever mijn mooie snor af dan dat ik een grappenmaker als jij in mijn bakkerij toelaat. Oh, hallo Sam. Wat goed dat je er bent.
Kun jij Sylvie naar de garage brengen, zodat ze weer gemaakt kan worden? Dat lijkt me totaal geen probleem. Laat dat maar aan mij over. Als je maar opschiet, Sam. Ik heb al lang genoeg verschut gestaan zo. Maar als ik het te vlug doe, krijg je nog meer deuken. En dat zou je toch niet willen, of wel? Nee, ik heb er al meer dan genoeg. Maar als je snel rijdt, val ik niet zo op. We doen het rustig aan. Bella en ik rijden achter je aan om te kijken of alles goed gaat. Kom, we vertrekken. Oh, nee toch? Wat is hier aan de hand? Ik zit vast. Ik wilde de stroop die Reggie erin had gedaan er weer uithalen. En nu zit ik dus met mijn zere vleugel vast in mijn brievenbus. Zo grappig is dat nou ook weer niet. En voor degene met wie je de grap uithaalt, is het al helemaal niet grappig hoor, Reggie. Ja, weet je, het is wat uit de hand gelopen. Het is al goed. Maar ik zou het wel fijn vinden als iemand me los wilde maken. Oh, dat doe ik wel. Goed, daar komt hij hoor. Alsjeblieft. Heel erg bedankt. En ook bedankt dat je mijn brievenbus meteen hebt schoongemaakt. Nou, graag gedaan. Alleen moeten we nu Sylvie naar de garage brengen. Oh, jij had zo te zien meer ongeluk dan ik vandaag. Het zal wel. Kunnen we weer verder gaan? Is goed, kom mee. Succes, Olly Ongeluk. Tot kijk. Oké, nogmaals bedankt. Dag, dag. Je zult gauw weer de oude zijn, Sylvie. Vooral met de hulp van Bella en Reggie. Ja, ik ben niet meer boos, Reggie. Maar dan moet je beloven dit nooit meer te doen. Nee, natuurlijk niet. Ik kijk van nu af aan wel mooi uit, hoor. Oh, oeps. Maar waarom kijk je dan nou niet uit, Reggie? Zo, en hoe ging het? Nou, best goed. Sam heeft ons met Sylvie geholpen. Ze had een paar deuken en een platte band. Oh, dat valt gelukkig mee. Maar hoe kwam het? Nou, Reggie scheurde door het veld van Tinus, waardoor Sylvie zand in haar ogen kreeg en van de weg afraakte. En blijkbaar had Reggie vandaag veel grappen uitgehaald. Maar hij heeft zijn lesje wel geleerd, denk ik. Dat is mooi. En nou ken ik toevallig iemand die daar een voorbeeld aan kan nemen. Hoe bedoel je dat? Nou, zoals jij met je banden omgaat. Nou ja, ik ben blij dat alles weer goed gekomen is. En het is nu geen tijd voor actie, maar wel voor nieuwe banden. Gaat het een beetje? Of is het te zwaar voor je? Te zwaar? De stoere bink als ik is wel wat gewend, hoor. Laat maar. Ik help je wel, want dit wordt niks.